Hallo iedereen, welkom terug bij deze nieuwe video. Vandaag zijn we aangekomen in Dordrecht. Ik ga vandaag even een game review doen op deze game. Ik ben reuze benieuwd hoe de game eruit ziet. Er zijn een paar dingen die ook in Den Haag stad staan. Zoals het dingetje hierachter. Althans, dat maakt niet heel veel uit, want het zijn dezelfde developers. Althans, bijna dezelfde developers. Dus dat maakt niet heel veel uit ofzo. We gaan beginnen. We gaan even een auto pakken. Hier kan je ergens een auto spannen. Even kijken. We hebben een BMW. We hebben een Alfa. Welke Alfa is dit? Dit is de Alfa. Alfa Giulia. Of zoiets. Op zich wel een goede auto. Ik vind hem wel nice. Ik heb deze game natuurlijk wel eerder gespeeld. En ja. Voor jullie. Ik ben ook staf in deze game. Alleen heb ik nog niet de perms en zo allemaal gekregen. Als je de Discord joint, linkje staat goed in de beschrijving. Kan je zien dat ik hier gewoon staf ben. Ik heb ineens twee auto's gefixt. En we gaan kijken wat er allemaal in deze game zit. Even kijken. Wat we hier direct zien is een brandweerkazerne. Ik ben trouwens brandweer HR in deze game. Even kijken. Eerste steen gelegd, zie ik hier. Door. Oké, nice. Brandweerzamelhofstraat. Ik weet niet of het in het echt ook bestaat. Dit brandweer. Brandweer Dordrecht. Ik vind het wel netjes. Ik vind het wel prima gemaakt. Wel nice. Oké. We gaan door naar de volgende. Hierachter hebben we dan nog een parkeerplaats. Deze huizen zijn wel nice. Wel nice. Deze straat vind ik in het algemeen wel nice. Ik weet niet precies wat je hiermee kan. Dat het ineens weer dunner en dikker wordt. Er zit niks mis mee ofzo. Deze game hebben ze vooral heel veel bruggetjes. En dat is wel nice. Hier hebben we de Praxis en zo. Volgens mij staat die ook in Den Haagse stad. Ik vind hem op zich wel nice. Het is een blauw gebouw. Het is een receptie. Wat is dit? BE. Oh kijk, dit is de politie. Dat zal ook niet anders. We gaan gewoon naar binnen. Wat we hier hebben is leuke decoratie. Leuke dingetjes. Ik weet niet wie het heeft ingericht, maar ik vind het wel nice. Dan gaan we hier naar boven. Hoor. En hier vooral denk ik kleine kamertjes zou ik zeggen. Maar er zit nog wel een redelijk groot trainingslokaal. Dat is op zich wel nice. Maar is wel netjes gemaakt. Dan gaan we terug naar beneden. Gaan naar even kijken. Nou, garage is al. Alles is hier wel gewoon netjes afgedecoreerd. Ik vond het wel netjes. En dan komen we aan bij de ambulance. En dit is de ambulance. Ik weet niet of er een team dingetje hierop staat. Ik loop er maar niet tegenaan. Even kijken. Hier mis ik dan nog wel een beetje de decoratie en zo. Het is een beetje te snel gemaakt naar mijn gevoel. Ik probeer hier nog iets meer mee te doen. Zodat het allemaal iets mooier wordt. Ook gewoon sprinter, E-klasse en de Touran. Netjes. We gaan door. Er is een heel groot treinspoor hier lopen. Dat is wel nice. Hier gaan we dan over het spoor heen. En dan hebben we hier op zich wel nice huisjes voor decoratie. Misschien iets te vaak. Oh, hier glitst de zebrapad een beetje. Misschien iets te vaak dezelfde huisjes, maar netjes gemaakt. Netjes. We hebben ook een hele grote snelweg hier. Laten we er gewoon even op gaan. Een mooie berg omhoog en omlaag. En wat hebben we hier? Even kijken. Dit is een vliegveld of zo. Ja.
Dit is een vliegveld. Even kijken wat hier dan is. Even een soort wachtruimte of zo. Netjes, netjes. En dan gaan we gewoon even deze kant op. Hebben we hier een groot vliegveld. En dan hebben we hier een koninklijke Marsche Zee gebeuren. Best wel groot. Dat is volgens mij een beetje geïnspireerd van Leeuwarden. Is ook iemand gejoind? Ruben. Ik heb zo'n gevoel alsof het een beetje het idee een beetje is van Leeuwarden. Op zich niet erg. Een beetje dezelfde soort kleuren en zo. Zo nice. We gaan wel even rondrijden in de Alfa. Als de Alfa het doet. Ja. Yeah. Fix dat? Ik weet niet of het een beuk is nu. Stap even. Ja, gefixt. Ik zou bijna zeggen, er staat zo'n metertje onder. Nog echt zo'n extra metertje. Witzee. Ik kan volgens mij best wel veel auto's spannen als ze. Maar de chaussee. Dat is op zich wel nice. Nou, ik ga gewoon inbreken. Boeit me niks. Ik ga er gewoon als Camaro in. Hallo. Ben je collega, laat me naar binnen. Wat hebben we allemaal? Ik ga gewoon lopen met de wapen. Oké, nou, de inrichting is hier ook weer een beetje matig. Dit is de decoratie ding, vind ik op zich wel nice. Ja, een beetje matig. KH vind ik op zich wel nice, maar de buitenkant vind ik wel mooier dan de binnenkant. Deze raampje zit ook niet helemaal prima, maar leuke standbeelden. Nice! Leuk! Wat hebben we allemaal voor tools? MBT-systeem, salu. Toegang tot paleis. Oh. Ziek. Gaat hij dan vanzelf dicht of zo? Laat hem gewoon openstaan. Gaat vanzelf dicht. Nou, ik team mezelf weer even berieren. Oké, we gaan weer door. Over stijgers. Zie. Alsof we in Amsterdam zijn. Een soort grachtenpanden. Netjes. Op zich wel prima. Ik had hier iets meer met decoratie gedaan. Zoals wat er een beetje in Leeuwarden is. Ik had meer op die manier met dit soort dakjes. Had ik gedaan. Maar ja. Op zich wel netjes. Ja. Misschien iets te makkelijk gemaakt, maar geen probleem. Daar doe ik niet moeilijk over. Ik weet niet. Maar alles heeft ook een achtertuin. Ik weet niet of het mogelijk is om een winkel te krijgen. Oh, leuk. Deze café. Natuurlijk is het niet ingericht. Achter deze deur is niet. Dat is ook wel een mooie plek voor een ganghuis ofzo. Als er gangs komen. Even kijken. Wat hebben we daarachter? Deze huisjes zijn op zich wel nice. Ja. Beetje gekker. Het gebouw is een beetje simpel gemaakt. Verder niks mis mee, maar gewoon een beetje simpel. Hier hebben we ook iets. Jumbo en een Aldi. Althans, dat zag ik op dat bord. Even kijken. Leeg. Nog niet ingericht of zo. Dus wij hebben het ook gekocht. Als dat het is, dan blame ik je daar niet op. Dan is het gewoon nog niet af. Volgens mij hebben we nog ergens een Mackie of zo zitten. Dus hier ergens in de hoek. Ja.
De Mac is volgens mij gekocht. En ja, deze is gewoon netjes ingericht. Ik weet niet waar die is gekocht, weet ik veel. Dat had ik met 24-7 nog aan. En dan hebben we natuurlijk ook nog een andere kant van... We gaan weer teamen. Dat is de verkeerde kant. We zijn aan de andere kant van... Wat is er die kant op? Is daar iets? Zo ja, wat is daar? Hier hebben we een soort groot trainingscentrum of zo. Oh, dus deze. Maar is het gebouw gekocht? Denk ik. Er zit wel een poort voor. Ik dacht heel even, er zit geen poort. Oeps. Hier slettert nooit iemand. Je kan als burger een deze poort openmaken. Ja. Doe dat dan ook met zo'n kaartje. En nu we toch erop kunnen. Sorry voor de als het niet mocht. Ben benieuwd. Maar ik ga gewoon een kijkje nemen. Geen speciale interventies. Er zit wel een team door. Of toch niet? Er zit geen team door. Althans een halve team door. Ga je door? Boys. Je hebt dit gemaakt. Dit is wel een team door. En een soort ruimte waar je kan vergaderen. En een trainingslokaal. Nou, we aan deze kant gehad. Nope. Je kan letterlijk... Ik vind de buitenkant mooier dan de binnenkant. Daar ben ik heel eerlijk in. Dit kan ik letterlijk nooit. We gaan proberen bovenaan te komen. Ja, laat maar. Oké, je kan dus DSI-terrein op. Ja. Sorry, dit is natuurlijk niet de bedoeling. Oké, let's go. We hebben hiernaast ook nog een pad. Hallo. Hier is trouwens een shell. Dit pad leidt naar niks. Gaan we maar even naar de shell. Hallo. Ik weet niet wie dit heeft bedacht, maar... Het dubbele tanken of het... Hier. Je kan je niet met... Dit moet iets realistischer. Ik weet niet wat er niet realistisch... Ja, eigenlijk alles. De benzinepompen zijn wel leuk. Maar zorg ervoor dat het iets realistischer wordt, want het is nu een beetje... Iets te makkelijk gemaakt naar mijn gevoel. Ja. Ik denk dat we wel meerdedeels de game hebben gehad. En dat eigenlijk alles wel een beetje besproken is wat nodig is om te bespreken. Beste mensen, ik wil jullie graag bedanken voor het kijken naar deze video. Hoop ik vond deze video een beetje leuk. Like eventjes. Abonneer. Zie ik jullie bij de volgende keer. Yo yo.